beginnen met een korte voorstelling. Latoya Brulé is een 22-jarige renster van Topsport Vlaanderen Ridley. Ze is bezig aan haar vijfde jaar bij de dameselite. Voor Latoya is het haar eerste selectie voor een wereldkampioenschap. Met de wereldtop kunnen meerijden op het WK, dat is een ongelooflijk gevoel. Dus ik weet dat ik heel gemotiveerd ben nu ook om deel te nemen. Dus ik ga er gewoon vol voor gaan en blij zijn dat ik ook bij het WK de selectie hoor. Dus. Komt de selectie als een verrassing voor jou? Langs de ene kant wel. En langs de andere kant had ik het ook niet verwacht eigenlijk. Want ik ben eigenlijk van begin maart nog maar pas begonnen met te trainen. Latoya maakt sinds dit jaar ook deel uit van het topsportproject Defensie. Hierdoor heeft ze een basisopleiding moeten volgen tot einde februari. En dat ging ten koste van haar trainingen en stages. Ze begon zonder een goede basisconditie. En hierdoor zat er dit seizoen weinig regelmaat in haar prestaties. Waar mik je op? Welke positie is mogelijk, denk je? Dat durf ik eigenlijk niet op ingaan op die vraag, omdat ik zelf van mijn eigen nog niet verwacht ook dat ik top ga rijden. Maar stiekem hoopte natuurlijk op een goede plaats, maar ik weet nog niet hoeveel deelnemers dan er ook zijn, dus dat weten we nog niet. Ligt er druk op jou van de bond uit? Nee, er ligt totaal geen druk op mij, omdat ze ook weten, mijn karakter is, ik ben iemand die aan de start moet komen met een gerust start, die gewoon moet denken van oké, go with the flow en gewoon volgaan. Voor Latoya is het woensdag haar D-Day. Het parcours in Kopenhagen is net geen 25 kilometer en bovendien biljartvlak. Ideaal dus voor deze tempobeul. Hetgeen dat je goed moet kunnen is heel veel macht hebben ook. Kunnen blokken rijden, kunnen afzien, kunnen je grenzen verleggen en altijd maar verder en verder durven gaan. Dus niet bang zijn om af te zien. Zal je dat kunnen gebruiken dan in Kopenhagen? Zeker en vast. Ik denk dat ik zelfs ga doodvallen op de grond.